Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Het is tijd om hier in het donkere Lily Cove te gaan surfen naar het minder donkere Moss Deep of het even donkere Moss Deep. In ieder geval, waarschijnlijk gaan we deze aflevering naar de zevende gym. Ik ben benieuwd of Eliza en Tate een stukje moeilijker zijn geworden. We gaan het zien. Eerst hier een double battle. Nu zit in deze game over het algemeen natuurlijk veel double battles. Maar ja, een gym met een double battle is altijd spannend. Ik ben benieuwd of er nog op plekken komen die anders zijn geworden. Want waar we het volgens mij vorige aflevering nog over hadden, is dat dat een beetje aan het tegenvallen was. Maar we gaan het zien. Eigenlijk is alleen in Duford en in die stad helemaal bovenaan iets veranderd, zeg maar. Verder eigenlijk niet. Dus ik ben benieuwd of, we daar nog verschillen in gaan zien. In ieder geval moet ik zeggen dat ik wel de twee perfecte Pokémon voor heb staan om deze water-Pokémons te kunnen killen. Dus dat is alleen maar mooi. Gyarados is gone. En Azumarill waarschijnlijk naar mijn Magical Leaf ook. We krijgen in ieder geval weer een hoop XP. Emolga level 50, nice. Kijk, hoppete. Ah, dat was zelfs een crit, maar ik denk niet dat die nodig was, die crit. Ja, we krijgen XP, we weten het. Nou, dat was weer de moeite waard. Oké, veel water. Ah, hij heeft me gezien. Oké. Deze zwemjongen heeft een Tentacruel. Hey, die ken ik. Een wateraanval zal ik niet zoveel hebben. En elektrische aanvallen ook niet. Dus we gaan wel even jab met de poison. We gaan jabben met de poison. Hopen dat we nog wat poisonen. Deed best wel wat damage. Oeh, asset. Decent. Oeh, hij verlaagt mijn special defense wel. Ik denk dat dit killt. Nee, het killt niet. Heel sad. Ja, dit overcharge is natuurlijk een 160 move. Vandaar dat het zoveel damage deed. Attack Rose. Ik ben alleen geparalyzed. Dat is wel een beetje sad. Als je nu nog een keer overcharge doet, dan ben ik genaaid. Maar dat gebeurt niet. Oké, nice. Level 66 Reuniclus. Heel ziek. Wow, level 71 voor Loose Moth. En Tanker level 48. Nice. Fake out? Nee, laten we die maar even zitten. Pelipper. Daar kan overcharge goed voor zijn. Ik moet eigenlijk nog een elektrische aanval erbij krijgen. Want overcharge is een super goede aanval. Als je heel veel damage in één keer moet doen. Alleen is die ding fucking irritant. Ik weet even niet waar ik naartoe wil. Oh ja, de paralyze die je er altijd van krijgt. Ja, het is ook een keer goed met je protect. Substitute broke. Hè? Nou, de Pelipper is sowieso gone. Nice. Oké, wat hebben we nu? Oeh, level 54 Skarmory. Oké, nou, oh boy. Leuk dat je meedeed, maar het is genoeg. Hé, hey, een wilde Pokémon, dat kan natuurlijk ook nog. Het is onze Tentacool. Die is super cool, die Tenta. Daar moeten we niet heen. Hey, hier heb je de shard huisje.
En dan zijn we al in Mos Deep, als het is. Yep, Mos Deep City, waar de grass is green. Wow, ziet er vet uit. Eerst heel even healen, want die tentacle moet natuurlijk zijn paralyze even afhalen en natuurlijk wat pp'tjes restoren voor de overcharge. Gaan we even kijken hoor, Pokémon. Ik zou iemand anders voorop laten. We kunnen wel even... Oh, wat... We kunnen wel even in Molga. Die hebben we nog helemaal niet gebruikt. Laten we die eens vooraan zetten. We zullen wel een beetje te veel in de buurt komen van de levels. Het is wel mooi gemaakt. De dingen staan allemaal nog op dezelfde plek. Maar... En de gym is ook nog hetzelfde zo te zien. Oké, let's go. We krijgen 2 Psychics. Gardevoir en Alakazam. Reuniclus en Emolga. Oeh, mist? Wat? Oh, dat doet mijn Emolga doet dat. Dat is misschien... Het kan handig zijn. Maar dat kan ook lastig zijn voor mijn hulptroepen hier. Spectral Sap. Oké, super effective. Dat is in ieder geval mooi. Kijk. En het doet ook een ton toeveel damage. Doei Alakazam. Ja, die zal niet killen, denk ik. Oeh, net aan niet. Oeh, hij calm mind wel. Dat is spannend. The eclipse blackens the sky. Bam, bam, bam. Air slasher. A magical leaf. Nice. Emolga is een goede Pokémon, heb ik alweer door. Tentacle level 5 en, of 58. Heel nice. Nou, psychics zijn gone. Nou, volgende double battle. Hypno en Satu. Hypno en Satu. Kaledidida. Ja. Wacht, dat is ook flying. Nee, dat heeft geen zin. Laat het zomaar doen. Oh, ik mist. Ik wist niet dat het kon. Daar heb ik natuurlijk helemaal niet naar gekeken. Kutzooi. Oh ja, hij is flying. Ik had het sowieso anders om te doen, maar is niet zo erg. Oeh, Dark Pearl. Oh, gelukkig. Oh, trouwens, die Psychic. Dat doet wel damage. Oké, we gaan nog een keer Spectral Sap proberen. En Magical Leaf. Nice, ik raak. Niet dood. Wat? Oké, Satu is dood. Tangrowth level 49. Hypno doet Dark Pearls. Nog een keer op Reuniclus. Oké. Okay. Nou, dan air slashen wij op hem. En dan doen we die nog een keer. Kaboom.
Wat? Het is niet dood. Nee. Oké, nou, dan maar met die Magical Leaf. Ik weet voor Ominous Wind kunnen gaan, maar maakt op zich niet zoveel uit. Iboga, level 52, godsvlot. De Psychics zijn weer dood. Volgens mij moet ik eerst die andere hebben. Klopt dat? Ja. Nou, dan hebben we weer twee Psychics met een Kadabra en een Duotion. De Peer en de Uri Geller. Synthesis. Oké, okay, dit is niet genoeg. Future Sight, oké. Ah, what the fuck? Op zich is het super handig als de andere synthesis probeert te doen, maar dit is nu gewoon kut. Ook als iemand Solar Beam probeert te doen, is dat wel handig. Oké, Kadabra is dood. Skarmory level 55, nice. Psybeam. De Ocean zal nu dood zijn. Nice, de Ocean is hartstikke dood. Level 67. Nou, het was weer niet interessant. Misschien is het wel interessant om heel even een andere Pokémon voorop te zetten. Zo. Oké, sorry, ik zat Mario Kart te zingen. Dat mag ook gewoon. Goeie keus, Milandro. Xatu is gone. Nu Hypno nog. Oké. Tangrowth level 50, nice. Oeh, dat deed weinig damage. Wel weer XP'tjes terug, XP'tjes HP terug, nice. Immolga weer level up. Top, Clifford en Macy are verslagen. In mijn beste Engels, Sander zal trots op me zijn. Oké.
Oh ja. Oh. Nu deze kant op, ja. Kom maar op met die double battling. Oké, we hebben hier Alakazam en Grumpig. Ik bedenk me nu dat, ondanks dat mijn Tangrowth natuurlijk fighting type is, is hij ook dark. Dus misschien kan die wel iets van damage doen. Kijk, nice. Moet nog Spectral Sap overhouden voor de gym leaders. Wow, oh crit, ik wou al zeggen, dat deed die zijn damage. Kunnen we wel even proberen zo meteen. Het hoeft niet. Het hoeft geen damage te doen. Maar even proberen kan geen kwaad. Zo. Dit is een enkele. Die enkele heeft een Galade. Oeh. Weet ik niet, omdat hij ook fighting is, of ik dan damage doe met Ominous Wind. Oh, ik kan al Air Slash doen. Dat kan ik gewoon doen. Oeh, hij kan Thunder Punch. Oef. Dat deed veel damage. Oeps. Ah, je bent geflinched, jij vuile bitch. Zo. Oh, nu is het wel een crit. Ja, ja. Oké. Level 54. Tangrowth level 51. Nou, moet ik met haar vechten? Ook goed. Haunter. Dit is zo'n geestige Pokémon. Oh, 1 HP natuurlijk. Natuurlijk. Oké, okay. Nice. Komen we nu als goed is bij Lies and Tate. Even healen zo. En dat kunnen we gewoon met items doen. En misschien dat we nog PP's kunnen gebruiken. Maar dan moet ik even kijken. Oké. Okay. Ja, dat we Reuniclus niet nodig hebben. Elixir. Oké. Ik denk dat we hier een heel eind mee kunnen komen.
Can you beat it? Wij kunnen zeker jullie beaten. Hoe deze aflevering... Oh nee, het duurt nog niet te lang. Nou, laten we deze aflevering jullie meteen kapot maken dan. Oeh, Grumpig en Hypno. Nou, Emolga en Tangrowth. Spectral Sap. Cheap Shot. Ah, ik miste de Spectral Sap. Wat een kut begin van deze fight, zeg. Dit is wel heel nice. Tangrowth heeft nu al veel gedaan. Luus nog level 73. Nice. Reuniclus. Oké. Okay. Oeh, die Hypno moet dood. Ik denk dat we gaan dubbel teamen op de Hypno. Ik mis weer de Spectral Sap, wat kut zeg. Oké, de Hypno is dood. Ik ben echt blij dat ik Tangrowth weer heb gezet. Nu komt Lunatone. Die had ik ook wel verwacht eigenlijk. Oeh, nu Calm Mind de Reuniclus. Oké. Okay. Zo. Oké, we raken een keer de Spectrals aan. Ben niet eens dood. Oké. Okay. Oeh, Reuniclus is ook niet dood en die heeft een Calm Mindje up. Oké, okay, geen Omniboost alsjeblieft. Nee. Oh, Reuniclus is flinch, dat is heel ziek. Lunatone die hield zichzelf. Oké. Okay. Dan doen we Air Slash op jou en Cheap Shot op jou. Oh, Air Slash is op allebei. Of niet? Nee. Emolga 55, nice. En Tango level 52, heel ziek. Tentacruel level 60. Oké, okay, wat komt er nu? Een Solroar. Oh ja, natuurlijk. Dat was te verwachten. Oké. Okay. Lunatone is ook dood. Echt jongen, Tangrowth is MVP. Elke Zamming. Elke Zam kunnen we denk ik killen met Spectral Sap als ik raak. En Cheap Shot en zo. Ik raak. Volgens mij is Elke Zam dan dood. Ja, yeah, nice. Cheap Shot, nou dan Solrock niet helemaal dood denk ik, volgens mij heeft hij goede defense. Oh. Wel geflinched, dat is altijd nice. Oh. En de Citrus Berry. Een beetje geluk krijg ik nu de nieuwe Pokémon meteen erin. En dan kunnen we de Bramble Bash nog... of de Cheap Shot bedoel ik, nog hitten op de volgende Pokémon. Nice. Oh, dat was hem al. Ze hadden maar 5 Pokémon, volgens mij. Oké. Okay. Nice. We hebben de 7 Gym verslagen.
We hebben de Mind Badge van Tate en Liza. Lekker hoor. En TM04. Dat is Calm Mind. Ja. Nice. Oké. Tate en Liza staan in mijn telefoon waar ik niks mee ga doen. Nice. Zo. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ik zie je heel graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos.